Hola guapas, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van itsismee.com. Het is stralend weer, echt heerlijk. Het is ochtends vroeg en we zitten al lekker in de tuin. Ik heb al een hele tijd geen weekendvlogs meer opgenomen, omdat ik soms gewoon niet heel veel boeiends deed in het weekend. En soms het best wel druk was, dus dat ik dan geen tijd had om mijn camera mee te nemen of geen zin had om mijn camera mee te nemen. Maar dit weekend staat er heel veel leuks op de planning. Dus dacht ik, het wordt weer tijd voor een weekendvlog. Het is nu vrijdagochtend. En we zijn in de tuin, zoals je ziet. En onze kleinste heeft een hele leuke watertafel gekregen voor zijn verjaardag van Little Tykes. Van oma. En hij is nog niet jarig. Maar als hij jarig is, zijn we op vakantie. En oma is ook op vakantie. Dus we dachten, het is nu super mooi weer. Waarom geven we niet nu alvast zijn cadeau? We gaan zo de watertafel vullen en er lekker mee spelen. En ik moet hem ook nog eventjes insmeren. En dat ga ik doen met de zonnecrème van Dermacare. En het is heel grappig, want de crème is ontzettend dik. En daardoor beschermt hij natuurlijk heel erg goed. Alleen worden mijn bruine kindjes er een soort van paars van. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. Ik neem jullie dit weekend lekker mee. Vanavond ga ik naar een concert van Afrika Negra in het Bimhuis. Dat is onderdeel van het Roots Festival. Morgen festival Macumba met mijn girls. Kan en dan niet, kan niet. Zondag het Roots Festival. Kan niet. Wat kan niet? Nee, drukken. Nee, want er moet nog water in. Dat gaan we nu doen. Zo, de watertafel is een groot succes. Dit is die zonnecrème van Derma 30. Zit helemaal geen parfum in. Allergievrij. Dus dat is echt top voor kinderen met een gevoelige huid. Maar als je kindje bruin is, is hij na het insmeren met deze zonnelotion een soort van violet. Kijk, dit is gewoon zo bruin. En nu gaan we jou insmeren met Derma. Derma. En nu is hij blauw. Paars. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar als je goed kijkt, zie je een beetje zo'n paarsige blauwe waas. Niet mooi. Zo, we zijn inmiddels onderweg naar het Bimhuis. Kijk hoe fabulous mijn moeder eruit ziet. Ik zou niet zeggen dat ze bijna jarig is. 17 wordt. 17, ja. Dus heb je er zin in, mam? Ja, heel veel zin. Ik ook.
leuk. Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Nu zijn we onderweg naar een ander festival met de hele fembam. Namelijk naar het Roots Festival in het Oosterpark. Het is gratis. Er zijn heel veel leuke optredens en activiteiten voor kindjes ook. Dus, let's go. Het is mooi weer. En ik hou ervan. Yeah. Tot zo. Luiwammetjes. Gewoon in de zon liggen. Relu, het is toch veel te warm? Dan ben je 6 en 8 en dan ben je moe van het lopen. Nou, wij zijn inmiddels weer thuis, hè? Van het Oh, dat is lief. Nou, we zijn inmiddels weer thuis van het Oosterpark. Het was hartstikke leuk op het Roots Festival. Het is veel te laat geworden. Ik heb nu 2 kiesjes in de oven van de Albert Heijn. Vind ik altijd heel erg lekker. En we waren in de bonus. Dus we kunnen zo eten. Kindjes hebben al gedoucht en dan kunnen ze naar bed. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Zeg maar, vergeet niet te abonneren. Auw, nog een kopstoot. Auw. Vergeet niet te abonneren. En als je deze video leuk vond, om hem te liken. Dankjewel voor het kijken. Doei.